Mart Hoogkamer heeft onlangs zijn toegewijde volgers opnieuw weten te verrassen met opwindend nieuws. Nadat hij eerder al een fascinerend kijkje achter de schermen gaf van de totstandkoming van zijn eerste grote hit, staat er vandaag nog meer spannends op het programma. Via zijn levendige Instagram Stories heeft de talentvolle zanger een grootschalige onthulling gedaan die de verwachtingen van zijn fans tot grote hoogte heeft doen stijgen. Het nieuws komt als een ware opluchting voor Mart's fans. Die met bezorgdheid hebben toegekeken hoe de zanger een periode van rust nam na het ervaren van een burn-out. Maar nu lijkt Mart weer volledig opgeladen en klaar om zijn muzikale reis te vervolgen. Met enthousiasme deelde hij met zijn volgers dat hij momenteel druk bezig is met het creëren van gloednieuwe muziek. Terwijl hij een voorproefje van een nieuw nummer deelde op Instagram, schreef hij, niet alleen dit liedje natuurlijk. Ik ben zo stil geweest met muziek dat we ook zeker het album uitwerken. Tijdens zijn verblijf op het schrijverskamp zal Mart Hoogst waarschijnlijk ook werken aan twee verrassende samenwerkingen. De volkszanger heeft onthuld dat hij van plan is om dit jaar nog twee duetten uit te brengen die het muzikale landschap zullen verrijken. Ik ga een prachtige ballade opnemen en daarna kunnen jullie een verrassende samenwerking verwachten, deelde de zanger onlangs mee tijdens een interview met RTL Boulevard over zijn opwindende plannen. Daar kan ik verder niets over zeggen, behalve dat het misschien twee duetten zullen zijn. Dit jaar nog. Heel verrassende duetten, maar meer ga ik niet verklappen. Mart Hoogkamer blijft zijn fans verrassen met zijn unieke talent en het vermogen om steeds weer nieuwe muzikale avonturen aan te gaan. Met zijn oprechte toewijding aan zijn kunst en zijn vermogen om te vernieuwen, blijft hij een bron van inspiratie voor velen en laat hij zien dat zijn muzikale reis nog lang niet voorbij is.